Ja, dank. Um, eindelijk zou ik zeggen wat ik zou hier eigenlijk vorig jaar staan. Maar uh, dat geldt voor velen van ons uh, ook spannend natuurlijk om uh, aan, tegen een publiek van, uh, nou, laten we zeggen, experts uh, aan te praten. Want dat is meestal toch wat minder aan de hand. Maar ik wil jullie toch graag meenemen op, uh, nou het is eigenlijk een hele lange reis geweest. Ik, uh, ik begon hier aan in, uh, in 2011. Ik reisde eigenlijk, uh, was ik bezig aan een ander project. Ik was bezig aan een project dat ging over hedendaagse migratie in de Amerika's. En ik reisde van het puntje van uh, Zuid-Amerika over land naar Noord-Alaska. Uh, en ik interviewde mensen waarom ze, uh, waarom ze verkasten, waarom ze wegtrokken. En ik kwam op een gegeven moment, uh, kwam ik halverwege, kwam ik terecht in uh, Panama. Prachtige uh, groep eilanden, de San Blas-eilanden. Jala heette ze eigenlijk. En ik interviewde mensen daar. En uh, die zeiden dat ze geëvacueerd werden. Dus ik zei, waarom worden jullie geëvacueerd? toen zeiden ze van, de zee komt. De zee komt. Uh, Kwadje viel nog niet helemaal. Ze zei, en ze zeiden van, ja, die zeespiegel die stijgt. Dus ik voelde me bijna dom, want ik woon in Amsterdam. We staan hier op de bodem van de zeespiegel. Dat het allemaal uh, gaat gebeuren, dat weten we inmiddels wel. Maar dat het gewoon nu al aan de hand was, toen, en we hebben het over 2011, dat was nog niet helemaal uh, uh, bij mij binnengekomen. Dus dat was eigenlijk, het idee was geboren, het project was geboren. En ik ben, uh, nou, het was vooral heel veel research. Gaan kijken op diverse plekken in de wereld waar dit nu echt aan de hand is. Vooral waar er een urgentie is. Uh, om, dat, om te laten zien dat dit dus niet een probleem is. Van de komende generaties, maar dat dit echt uh, vandaag de dag al aan de hand is. Um, ik begon. Uh, ja, ik begon in Groenland. En, uh, want ik begon op de plek uh, waar uh, eigenlijk het, uh, het probleem vandaan komt. Hoewel, toen ik ermee begon, was het eigenlijk toch meer. Het uitzetting van het zeewater door de opwarming van de zee. Wat de, wat de belangrijkste oorzaak was voor de zeespiegelstijging. Maar inmiddels is dat wel overgenomen door het smelten van de ijskappen op Groenland. En uh, natuurlijk ook op Antarctica. Nou, waarschijnlijk weten jullie het wel, hè? als heel Groenland zou smelten, komt de zeespiegel 7 meter omhoog. En uh, Antarctica wordt dat ongeveer 86 meter. En uh, het is natuurlijk. Uh, fascinerend Groenland, het is prachtig. Uh, uh, ik ben er drie keer geweest, inmiddels. Maar het is ook angstwekkend, want als er één plek is uh, op de aarde, dan zijn het wel de Polen, als je wil zien wat deze klimaatcrisis hoe snel het eigenlijk gaat en, uh, en wat het, wat het uh, aanricht. Uh, ja, het zijn natuurlijk begon met de kledjes en inmiddels keken we, kijken we ook natuurlijk naar op de ijskap, waar inmiddels al uh, twee zomers de temperatuur één keer boven nul is geweest. Uh, ik heb natuurlijk wel een fantastisch beroep, want de, mijn camera is mijn paspoort. Dus ik kwam hier. Uh, dit is een wetenschapsstation uh, midden op de ijskap. Uh, East Quip heet het. En daar is het, de ijsdikte is ongeveer drie kilometer. En ze boren dus dwars door die, uh, door die ijsmassa naar de bedrock. Dus naar, naar, naar het eigenlijke land, Groenland. Uh, daar komen dus uh, ijscores uit. En uh, uh, wat ze daar ontdekt hebben en waarom, daarom, waarom ze daar zijn, is dat eigenlijk dat ijsvlows zijn. Dus dat betekent dat het ijs. Het zijn eigenlijk gigantische bevroren rivieren die zich naar de oceaan bewegen. Uh, en dat lijkt een nieuwe oorzaak te zijn waarom de zeespiegel toch nog sneller gaat stijgen dan wij al dachten. Fascinerend, want wat je hier ziet uh, uh, komt op onge ongeveer 1500 meter diepte vandaan. Ijs is ongeveer 22.000 jaar oud. En uh, het is eigenlijk een geschiedenisboek wat je ziet. Uh, wat je ziet daarin kunnen ze precies, kan je aflezen wanneer de ijstijd is geweest, wanneer het warmer is geweest, wanneer er vulkaanuitbarstingen zijn geweest, want je ziet dan een, een kleurverschil uh, als de ijskap bedekt is geweest met uh, uh, vulkaanas. Um, ja, daar was natuurlijk de grote vraag waar ga ik natuurlijk eigenlijk heen. Daarna uh, Bangladesh ligt natuurlijk heel erg voor de hand kon ook niet anders. Uh, heel erg vergelijkbaar eigenlijk met ons Nederland. Een delta ook, dichtbevolkt. Het uh, enige verschil is dat wij onder de zeespiegel liggen. En zij daar overwegen het nog niet. Um, ja, daar, het, het was moeilijk verhaal om uit te leggen. Hè. Veel mensen hebben zoiets van. Maar het overstroomt daar toch altijd. En die cyclonen. En uh, dus uh, wat heeft dat te maken met die zeespiegel? Um, ja, wat wel duidelijk is. En dat kwartje viel eigenlijk pas bij mij toen ook. Dat het probleem natuurlijk veel eerder begint. Dat je niet hoeft te wachten tot het water aan je voeten staat. Maar dat het, be, uh, het, be, het probleem begint als het zeewater niet meer terugtrekt zoals hier. Uh, het, het land verzeelt, mensen hun gewassen niet meer kunnen verbouwen. Geen, uh, geen veilig drinkwater meer te vinden. En dat is nou ja, over het algemeen natuurlijk genoeg reden voor ons mensen om, uh, om weg te trekken. Um, dat hebben ook heel veel mensen gedaan al in Bangladesh. Die trekken dan over het algemeen naar de grote steden. Uh, het probleem is wel een beetje dat ze natuurlijk daar hun, hun middelen van bestaan zijn verloren. waren vaak boeren, vissers. Uh, uh, dus in de steden komen mensen vaak toch in de sloppenwijken terecht. En uh, ja, moeten daar werk vinden en, uh, en is een probleem. Wat wel bijzonder was, en ik ben een aantal keer in Bangladesh geweest, is dat daar wel mensen zijn... Zich... Veel meer misschien wel dan hier ook en elders ter wereld zijn zich bewust uh, dat die zee er is en wat de gevaren van de zee zijn. Uh, er, is niet heel veel, uh, uh, er liggen niet heel veel dijken, er is niet een hele sterke kustbescherming. Maar er is inmiddels wel een heel groot plan, Deltaplan 2100, uh, waar uh, de regering van Bangladesh heeft aangekondigd wat ze gaan doen. En dat gaat natuurlijk over, over de kustversterking, over de kustbescherming. Maar dat gaat er ook over dat als mensen op, nou, naar een andere plek moeten, dat de regering daar ook uh, een infrastructuur creëert. En dat mensen ook mogelijkheden hebben om een nieuw bestaan op te bouwen. Of het allemaal gaat werken in het tijdsbestek wat er is, is, een, is natuurlijk een ander verhaal. Maar er is wel 40 miljard dollar inmiddels uh, voor beschikbaar. Uh, en wat je de Bangladeshi's absoluut moet nageven, is dat ze wel creatief zijn. Uh, dus wat je hier ziet, dit, was, dit is een eiland in de, in de, in de baai van uh, West-Bergaal. Uh, en uh, dat waren, dit waren rijstboeren, dit waren rijstpaddies. Daar verbouwden mensen hun rijst en op een gegeven moment trok dat zeewater maar niet weg. En zijn ze uiteindelijk begonnen om gewoon uh, zoutpannen te maken. En uh, dat is de nieuwe bron van inkomsten nu voor de mensen, mensen daar. Uh, dus ik vond het wel bijzonder in Bangladesh hoe mensen dan toch gewoon niet op de regering gaan zitten wachten tot die eens een keer wat doet, uh, maar dat ze gewoon zelf initiatief nemen en, uh, en proberen naar uh, andere mogelijkheden te zoeken. Niet altijd succesvol. Dit, was een, uh, uh, dit waren klimaatvluchtelingen, er zijn er miljoenen al. In Chittagong en die woonden daar in een wijk en uh, moesten weg vanwege een projectontwikkelaar. Daar moeten dure appartementen komen. En uh, ik was daar een aantal dagen en op een gegeven moment, uh, toen ik daar de laatste dag was, was dus die wijk in brand uh, in rook opgegaan en waarschijnlijk aangestoken. En waren mensen, deze mensen, deze vrouwen, uh, voor de derde keer ontheemd al. Nou, hier begon het verhaal eigenlijk voor mij. Dit zijn die eilanden in, uh, in Panama. Um, tja, uh, ze zijn nog steeds niet geëvacueerd. Uh, en dat is dus uh, inmiddels negen jaar later. Er was uh, geld van de centrale regering, maar dat is op een gegeven moment verdwenen. Um, wat, hun, wat het geluk is voor deze mensen, is dat dit zijn de Kuna's, dus uh, is, uh, de oorspronkelijke bevolking van Panama. En zij hebben een semi-autonoom gebied wat uit deze eilanden bestaat, maar ze hebben ook een hoger gelegen kuststrook. Dus dat is dus de bedoeling waar, dat de mensen daar naartoe gaan. Is al bouwrijp gemaakt, er staat al een school, er staat al een ziekenhuis, maar er is uh, geen geld voor, uh, voor de huizen meer. Dus uh, de mensen zitten uiteindelijk nog steeds op die eilanden en, uh, uh, en zitten te wachten tot dat ze uh, kunnen uh, verhuizen. Wat, wel op, wat ik opvallend vond, is dat ik, ik ben op een aantal plekken ben ik meer dan eens terug geweest. En zoals hier ook. Uh, in Kunayala, toen ik de eerste keer kwam, was er heel veel weerstand van mensen om te verhuizen. Die hadden zoiets van: hoezo, dit is ons land, dit is on, het land van onze voorouders, wij willen hier niet weg en wij moeten weg. Uh, nou, dat gebeurde vervolgens niet. En toen ik de tweede keer een paar jaar later terugkwam en mensen nog steeds niet weg waren. Uh, toen hadden mensen zoiets van: wij we willen weg. We willen weg, want we, het wordt te gevaarlijk. We hebben geen land meer om te kunnen verbouwen. En, uh, en we voelen ons gewoon niet meer veilig. Dus ik merkte ook in de loop der jaren dat ik hier aan werkte dat er wel echt een heel groot. Dat, dat er een kentering was ook bij mensen. En dat is natuurlijk ook altijd, ik neem aan voor velen van jullie, het probleem hoe je dit uitlegt. Hoe leg je nou uit wat, uh, uh, waarom bepaalde dingen moeten gebeuren? Want mensen hebben toch zoiets van. Ja, maar wij zien die zeespiegel helemaal niet stijgen. Dus wat, wat, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier achter mij? Waarom moet die dijk verzwaard worden? Uh, dus ik ben het ook dichter bij huis gaan zoeken. We zijn hier in Engeland inmiddels beland. Noor, de noord, uh, de kust boven Hul. Uh, kust erodeert. Niks nieuws. Hoef ik niemand te vertellen. Het is een natuurlijk verschijnsel. Maar het is wel door de verandering van de zeestromen en, uh, en de langzaam stijgende zeespiegel... is dit wel aan het versnellen. Uh, dat maakt deze kust inmiddels de snelst eroderende kust van Europa. Ze verliezen zo 2-3 meter per jaar. Uh, dit heb ik gemaakt volgens mij in 2014. Dus eigenlijk al, al deze foto's die je nu ziet, die kan je eigenlijk nu al niet meer maken. Uh, want dit, dit is uh, verdwenen gewoon. Uh, best wel saillant en een bizarre detail is dat... Uh, de Engelse regering heeft dit gebied gewoon opgegeven en ook al zijn mensen, huiseigenaren, hebben ze alleen uh, verhuiskosten gekregen en niet uh, een verdere compensatie. Nou, de kustweg was het jaar daarvoor uh, weggeslagen al. Veel met een drone gemaakt, zoals jullie zien, maar heel veel ook in het begin met een uh, vlieger. Dat was voordat de drone. Echt nog klein was en goed bruikbaar was. Dus ik uh, was aan het vliegen en iemand had mij geholpen om een camera in die vliegenlijn te maken. En dan was het een beetje gokken met de wind of dat, uh, goed zou, of dat iets op zou leveren. Nou ja, Kiribati. Ja, uh, heel ver weg. Verder, verder weg kunnen we niet. Uh, een, uh, een land. Belangrijk om, uh, om dat even te noemen, een land in de Pacific, een uh, groep atollen tussen, pre, precies tussen Hawaii en Fiji in. En dat was toch wel de plek waar ik het eigenlijk ook zelf echt wel. Daar voelde je wel echt uh, de angst eigenlijk. Dat mensen, hè, het is niet hoger dan 1,5 meter boven, boven de zeespiegel. Uh, dus er is echt geen plek waar je naartoe kan uh, om het hoger op te zoeken, om het maar zo even te noemen. Uh, dit is de, de uh, landingsbaan van de, de international airport. Die kosten wat kost wordt, uh, proberen ze die te beschermen met zandzakken en cement, uh, omdat dat de lifeline is. Dus is de enige lifeline uh, voor uh, voor dit land naar uh, naar de rest van de wereld. Uh, ja, het begon natuurlijk met de riffen die afstieven door uh, uh, door de opwarming van de zee. Uh, en vervolgens is het strand aan de beurt en erodeert dat in een uh, hoog tempo weg. En uh, ja, zoals iedereen weet, het strand is leuk om op, uh, op te liggen, maar het is vooral uh, uh, de buffer en de golfbreker uh, van het land. En als dat weg is, dan houdt het heel snel op. Dus dit is eigenlijk gewoon normaal hoogwater inmiddels uh, op Kiribati. Um, mensen leven daarmee, mensen weten daarmee te dealen. Uh, maar de vraag is wel heel erg die zich daar opdringt uh, waar mensen nou naartoe moeten. Want het is eigenlijk wel duidelijk, iedereen is het er wel over eens, dat dit, dat dit een van de landen is die zal verdwijnen. 2050 misschien uh, redden ze het nog. Uh, maar ja, wat doe je met een land wat verdwijnt? Wat doe je met de cultuur wat verdwijnt? Wat doe je met de mensen? Uh, klimaatvluchteling, daar hebben we het wel over, maar het is nog steeds geen grond om uh, asiel aan te vragen. Uh, het is één familie in eerste instantie gelukt om asiel te krijgen op Nieuw-Zeeland. Uh, om deze redenen. En dat is uiteindelijk uh, door het uh, Hooggerechtshof in uh, Nieuw-Zeeland terugverwezen. En uh, is het asiel uh, ingetrokken. Dus uh, uh, het is best, hier wonen 100.000 mensen. Dus dat is nog te overzien. Hè. Dit is niet een Bangladesh waar 160 miljoen uh, mensen wonen. Maar uh, desalniettemin. Um, Kiribati had altijd een hele goede. Of een, in ieder geval een hele goede president voor zijn mensen om aandacht te vragen voor het probleem Anote Tong. En uh, die liet geen moment uh, uh, passeren dat hij kon spreken op een VN-conferentie of, uh, of andere momenten uh, om aandacht te vragen. Inmiddels is er een uh, nieuwe president, en die noemen ze al de Trump of the Pacific. Uh, wat inhoudt dat, dat hij ontkent dat er een probleem is. Uh, en ik zou teruggaan naar Kiribati ook, en dat uh, uh, werd mij verboden. Journalisten en andere critici zijn niet welkom. Dus ik ben uitgeweken naar de Marshall-eilanden, niet zo ver daar vandaan. Voor in de Pacific-context dan. Hetzelfde uh, probleem. Eén uh, verschil is, uh, en waarschijnlijk kennen jullie de Marshall-eilanden. Uh, van het Bikini Atoll, waar de Amerikaan in de jaren 40-50 uh, haar atoomproeven deed. En uh, um, nou, daar wordt uiteindelijk nu compensatie jaarlijks betaald. Um, en, uh, uh, en mogen Marshallese, dus mensen die daar wonen... die kunnen een verblijfsvergunning krijgen om naar Amerika te gaan. Um, maar goed, er zijn er vele gegaan al, maar vervolgens... Uh, Verliezen ze wel hun. Uh, hun uh, zijn veel mensen zijn teruggekomen omdat ze hun gevoel hadden dat ze hun cultuur verloren, hun taal verloren uh, en hun land verloren waren. Waren er vragen, begreep ik dat? Zeker, ja, Kadir, inderdaad. Ik heb hier een aantal Voordat vragen. Voordat we naar Miami gaan. Voordat we naar Miami gaan, precies. Even een, een klein uitstapje voordat we naar Miami gaan. Ja, Kadir, er zijn wat vragen binnengekomen. Um, door Erik Vermeulen, onder andere. Uh, heeft Kadir ook kleinschalige aanpassingen gezien. die interessant zijn voor onze toekomst hier in Nederland? Ja, het grappige is wel. We, we, ik ga zo eindigen met Nederland. En Nederland is natuurlijk op de schaal van, van de gebieden waar ik geweest ben en de, en de gebieden waar. Er, Waar echt wat moet gebeuren, uh, dan zitten wij eigenlijk in een uh, luxe positie. Terwijl ik tegelijkertijd niemand hier hoef te vertellen hoe ingewikkeld het is en hoeveel tijd dit, uh, dit gaat kosten uh, om ons te beschermen. Ja, maar, maar, je, goed, maar je hebt geen de... aanpassingen gezien in die landen zelf ja, je zegt... wel, er zijn wel de... Ja, de, de vraag is een beetje hoe, hoe, uh, in hoeverre ze houdbaar zijn op de lange termijn. Maar mensen bouwen natuurlijk hun. Hè? Mensen bouwen verhogen hun huis, ze bouwen hun huis op, uh, op uh, palen. Ze, uh, ze bouwen hun eigen muren om zich te beschermen tegen, tegen inkomende vloed. Um, maar het, het, ja, ik moet wel zeggen dat het wel, wel beperkt is. En dat, het vooral, dat, dat, er, dat er vooral ook heel veel ontkenning is. Ja, goed. Nog een vraag van Remco. Wat kunnen wij leren van hoe de bevolking in andere landen zich aanpast aan de gevolgen van de klimaatverandering? Nou, daarom noemde ik Bangladesh wel. Omdat ik vond Bangladesh. Het, mensen vragen me wel vaak. Is dat nou niet heel deprimerend om dit allemaal te zien? Is Bangladesh, dat moet toch verschrikkelijk zijn? En dat was eigenlijk. Was daar het tegendeel voor mij waar. Ik, ik, daar putte ik wel moed uit dat mensen gewoon het heft in eigen handen, in eigen handen nemen. En, en niet wachten op de overheid. En dat is denk ik wel een heel groot probleem op heel veel plekken. Dat wij wachten op een overheid die. Of helemaal niet handelt, of zo langzaam en log handelt, dat, uh, dat, dat het te lang gaat duren. Ja, maar zie, maar, uh, dus mensen, hè? ik kom mensen daar tegen die nog steeds met een glimlach vertellen dat ze al acht keer verhuisd zijn. En ja, maar zie je dan vooral de, de, de veerkracht van de mensen? Je ziet de veerkracht van mensen, maar je ziet ook dat mensen, wat ik wat ik liet zien over die zoutpannen. En dat mensen schakelen van, rijst, van rijstbouw naar, naar, naar zoutwinning. Ja, dat zijn wel inspirerende... Het is natuurlijk een hele kleine schaal, maar het is wel, uh, ik vond het wel inspirerend. Dat mensen... Wij zijn natuurlijk een beetje verloren, ons, ons vermogen tot aanpassen verloren. En uh, dat heb jij in ieder geval heel erg uh, gezien dan, in jouw reis. Nog een vraag van Marike Hoorn. Marike vraagt, Kadir beschrijft zijn wake-up call in Panama. Hoe kunnen wij in Nederland echt zien wat hij allemaal door zijn lens heeft gezien? Ja, koop, koop zo'n boek zou ik natuurlijk zeggen, maar hoe kunnen mensen... Ben jij, ook een, ben jij meer ook een activist, Kadir? Heb jij het gevoel dat je een boodschap te brengen hebt aan de wereld? Ik, ik ben een, uh, dat heb ik al eerder gezegd, ik ben een actieve journalist. En uh, um, natuurlijk heb ik een mening en natuurlijk ben ik hier mee, heel erg mee begaan, want ik ben hier al heel, heel lang mee bezig. Um, dus... Ja, het was, uh, er is een boek inderdaad. Het was heel lang uh, de toonstelling in het Scheepvaartmuseum. Maar die is helaas een week voor de, echt, voordat het museum eigenlijk weer openging, gesloten. Uh, maar uh, uh, ja, er was een televisieserie. Die kan je nog terugkijken. Na ons de Zondvloed heet die ook. Ja, televisie. Maar, maar ik denk dat Marike ook nog wel bedoelt van de, de impact hè, die, die jij dan hebt gezien. Kunnen, heb jij, um, zou je die ook breder willen overbrengen? Nou, de, de, ik denk dat ik dat deels wel doe. Kijk, ik publiceer ook, normaal gesproken in de media, maar, maar zo'n tentoonstelling. En het mooie wel was van het scheepvaartmuseum, is dat daar uh, alle scholen komen. Daar. En dat vond, vond ik echt zo. Ik heb heel veel rondleidingen gegeven aan, uh, aan kinderen toen, uh, toen die tentoonstelling nog open was. En uh, a, ongelooflijk hoeveel die kinderen eigenlijk weten. Hè? Het zijn vaak de kinderen die, die nu tegen hun ouders zeggen. Je moet daar eens gaan kijken en waarom moeten we weer vliegen en waarom eten we weer vlees. Uh, dat, dat, dat het wel daardoor veel meer is geworden. En, en ze, ze hebben allemaal klimaatweken kwam, kwamen, werkstukken maken. Dus het was in die zin: uh, uh, nou ja, het gaf mij wel heel veel energie dat dit, dat dit goed is om te doen. Ja. Nou, Ten slotte, dan gaan we naar Miami. Uh, uh, Aletti vraagt: welk land heeft de meeste indruk op jou gemaakt? Nou, misschien was dat toch wel Kiribati in de Pacific, Om, omdat je gewoon voelt hoe, hoe klem mensen daar zitten en hoe, hoe gefrustreerd mensen ook zijn in de zin dat zij, als er nou één land in de wereld is waar er geen uitstoot is, dan is het wel daar. En uh, mensen voelen gewoon dat zij de allerhoogste prijs uh, betalen en dat ze gewoon in de steek worden gelaten. En uh, nou ja, dat komt op elke klimaattop komt dat weer terug. En, en wij, wij Euro Europa, Amerika, de rijke wereld, lijken daar maar niet uh, een uh, fatsoenlijk antwoord op te hebben. Nee. Goed. Nou ja, dan laten we dan even naar die rijke wereld gaan, want volgens mij ja. wilde jij verder met Miami. Miami. Ja. Nou ja, unieke, unieke stad in vele opzichten. En uh, vooral uniek, uh, zoals waarschijnlijk sommigen weten, is uh, dat die eigenlijk nooit gebouwd had moeten worden daar. Want uh, Miami staat op kalksteen. En uh, dat is, uh, daar kan je fijn op bouwen, maar het is wel poreus. Dus uh, volgens mij zijn alle Nederlandse experts al langs geweest om een. Uh, te kijken of daar een plan te bedenken was om Miami te beschermen. En eigenlijk heeft iedereen geconcludeerd dat dat, uh, dat, dat niet mogelijk is, want het loopt er gewoon vrolijk onder door. Um, ja, en dat maakte. dat was, Ik vond het wel mind-boggling. Weet je wel, de, de stad is real estate, er wordt altijd continu gebouwd. Het ene condoom de penthouses. Uh, maar Miami Beach lijkt gewoon gedoemd. Het lijkt. He, dat, worden ook ja, het jaartal 2050-60 wordt genoemd dat Miami Beach in ieder geval gewoon uh, uh, moet evacueren. En de rest van de stad uh, zal volgen. Er worden honderden pompen in, inmiddels geïnstalleerd om het zeewater buiten te houden. Want dit is een uh, fenomeen wat ze, uh, specifiek Miami is. Dit noemen ze Sunny Day Flooding. En dat betekent dus dat de straten overstromen, maar het regent niet en de zon schijnt. Dus dat is, uh, dit is gewoon uh, hoogwater, springtij, eens per maand vooral. Uh, en dan komt het zeewater, komt door de riolen omhoog. En uh, ja, ze proberen het nogmaals met pompen eruit te houden, maar het is wel uh, uh, het is een beetje pompen met de kraan, dwijlen met de kraan open. Uh, toen ik er was, toen uh, uh, kwam er met een uh, hoge snelheid een hurricane af op, uh, op Noord-Florida. Niet zoveel nieuws natuurlijk, hurricanes. Behalve dan dat, dat ze veelvuldiger voorkomen en dat ze uh, sterker worden. Maar ik wilde er toch geen omdat dat, de Amerikaanse oostkust is gewoon eigenlijk helemaal onbeschermd. En wat, wat gebeurt er als er een vloedgolf uh, het land binnenkomt en er is helemaal niks? Dan, uh, dan walste het, walst het het land over en alles verdween. Um, nou ja, New York is natuurlijk een ander verhaal. Hè. New York had zijn wake-up call in 2012. Superstorm Sandy. Was nogal een shock voor mensen, hè, want er was een blackout. Zuid-Manhattan was. En het water stond in de straten. En het was nog niet eens een hurricane. Dus dat was wel de wake-up call voor New York dat er echt iets moest gebeuren. Uh, er is inmiddels een masterplan om het, om het te beschermen. Uh, uh, Alleen er is nog weinig tot niks gebeurd. En het plan is alleen maar om Zuid-Manhattan of Manhattan te be beschermen, maar is er niet om New Jersey en Brooklyn en de Bronx en Queens en Rockaway te, te beschermen. Dus de vraag is een beetje hoe een uh, toekomstig New York eruit zal zien. Nou, Jakarta stond eigenlijk niet op het lijstje. Het stond niet op het lijstje omdat uh, Jakarta het grootste probleem is dat de stad zinkt. Er wordt veel te veel grondwater onttrokken. Dus uh, uh, Noord-Jakarta, waar miljoenen mensen wonen, zakt inmiddels zo 25, 30 centimeter per jaar. Uh, dus daar wilde ik het eigenlijk niet over hebben. Ik wilde het over de stijgende zeespiegel hebben. Maar ik realiseerde me wel dat deze twee factoren bij elkaar deze stad wel... Uh, uh, wel bijzonder uh, in gevaar brengen. Ook hier gewoon hoog water. Uh, mensen leven eigenlijk gewoon inmiddels met het water. Er was, uh, er was een plan. Er was een, uh, een uh, Nederlands, uh, deels Nederlands plan om, om, uh, om Jakarta inderdaad te gaan beschermen. De baai zou afgesloten worden. Uh, en uh, uh, Jakarta zou hopelijk de komende decennia overleven. Veel protest, uh, financiële problemen en inmiddels heeft de regering, hebben ze besloten om, uh, om de hoofdstad te verplaatsen. Nou ja, om de regeringszetel te verplaatsen. En uh, het lijkt erop dat er 15, 20 miljoen mensen in Jakarta uh, vooralsnog daar gewoon blijven. Er worden wel seawalls, of hoe zullen we dit noemen, gebouwd. Het gaat niet altijd helemaal goed, uh, want uh, aan de linkerkant is de zee en aan de rechterkant ook inmiddels. Uh, maar goed, het is wel een stad die, uh, ja, daar wonen wel bijna 20 miljoen mensen. En dat maakt het wel heel erg zorgelijk wat daar, uh, wat daar moet gebeuren. Ja, uh, ik wilde helemaal niet in Nederland werken, want ik zocht naar de urgentie. Uh, dus Nederland, nou ja, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we de best beschermde delta in de wereld zijn... Wij hebben natuurlijk lang geleden al onze wake-up call gehad in 1953. Uh, maar ik, heb wel een beetje, ik ben tien jaar na de watersnoodramp geboren, in 1963. En ik herinner me wel dat, dat ik opgroeide met, met een angst voor... Hè, er was gewoon een angst in Nederland wel voor de zee en wat, wat dat had aangericht. Bijna 1900 doden, is best moeilijk te voorstellen nu. Uh, ik, weet, ik geloof dat ik wel drie keer op schoolreisje naar Werkeiland Neeltje-Jans ben geweest. Uh, ik moest op de lagere school moest je een dijk doormidden kunnen snijden alsof het een cake was. En dan moest je kunnen tekenen wat voor, uh, uit wat voor lagen die op is gebouwd. En dat is wel een beetje wat lijkt alsof dat verdwenen is. Dat we, wij, wij voelen ons natuurlijk veilig achter onze en, dij, dijken en duinen. En, uh, en, en lijkt het toch gewoon een, een probleem te zijn. En ik neem aan, een probleem voor jullie, velen van jullie, ook om het uit te leggen. Want zoals ik daar net al zei, waarom, waarom moet er een dijk verzwaard worden terwijl dit niet eens getijdenwater is? Ik heb vrienden in Duggedam in Schellingwoude, Ik moet heel vaak mensen uitleggen uh, waarom dat nou eigenlijk moet gebeuren en waarom het noodzakelijk is. En waarom het nu moet gebeuren en waarom we niet kunnen wachten. Uh, ik denk dat, dat iedereen die hierbij betrokken is, dus alle dijkgraven, alle dijkwerkers, de, de Delta-commissaris, dat iedereen van de urgentie is doordrongen. Maar dat het in, uh, toch bij de politiek toch heel moeilijk lijkt binnen te komen, dat, uh, hoe urgent het is. En we weten allemaal hoe lang we over de Delta-werken hebben gedaan. 53 1953 gebeurde de ramp. Nou, volgens mij was het 40 jaar en was het sluitstuk de Maaslandkering. Tuurlijk gebeurt er wat. Jullie weten waarschijnlijk wel waar dit is, de afsluitdijk. Dat is volgens mij het eerste grote, echt grote project. Uh, en uh, uh, daar zal nog veel volgen. Uh, maar ook de reden waarom Nederland er toch bij kwam, en, en ik toch dacht van er is hier toch wel een urgentie, dat uh, de, de Delta-commissaris voor Peter Glas, uh, Albert Kuiken geloof. <laughs> dat die, uh, dat die heeft, uh, heeft gezegd van laten we eens naar het slechtste scenario kijken. Die heeft Deltares gevraagd, kijk eens naar het slechtste scenario. Want wat ik wel heel vaak tegenkom is als we het over die klimaatcrisis hebben... dat op een of andere manier... Kijk, als, in alles wat we doen, of het nou over de luchtvaart gaat... of het gaat over de veiligheid op de weg en corona is het meest recente voorbeeld... we kijken altijd naar het slechtste scenario... En daar maken we onze wetten op en daar nemen we maatregelen op. Als het over het klimaat gaat, dan denken we toch vaak: het valt, zal wel meevallen. Het valt niet mee tot nu toe. Ik bedoel, elk, elk wetenschappelijk rapport, elk rapport van IPCC uh, uh, is, is eigenlijk zwarter dan het vorige. En uh, uh, nogmaals, ik bedoel, <laughs> uh, we, we staan er natuurlijk met z'n allen voor, en we zullen allemaal water uh, bij de wijn moeten doen. En er is natuurlijk een, een slechtste scenario. Er is natuurlijk een scenario dat uiteindelijk een deel van het land misschien opgegeven zal moeten worden, omdat er gewoon uh, de kosten niet meer tegenover de baten uh, in verhouding staan. Het blijft gewoon uitleggen. Het blijft uitleggen. Ik kreeg heel veel commentaar op deze foto. Is op de schelling gemaakt: is de wierschuur uh, bekend, hè, dat, de, dat met hoog water en een, en een storm overstroomd had. Dus mensen, he, mensen kregen, zeiden tegen mij, dat gebeurt toch altijd al. En dat gebeurt ook inderdaad al heel lang. Alleen het gebeurt steeds vaker. Uh, en op het moment dat dit, de Wierschuur, maar ook Westerschelling, ligt buiten dijks. Op het moment dat het nu al gebeurt en de zeespiegel gaat straks 1, 2 of 3 meter stijgen. Dan, uh, uh, dan hoef je niet zo slim te zijn om te bedenken wat er gebeurt. Nou, dit was. Uh, ja, hier begon uh, volgens mij. Dit, volgens mij was dit het eerste begin van de, van de dijkverzwaring. Dit is bij het Kinselmeer. En uh, nou ja, inmiddels is dat wel echt. Uh, uh, ik wist niet dat het hier al zo ver was bij horen. Maar. Uh, uh, en dat het daar uh, eigenlijk relatief heel snel gaat. Uh, maar goed, in die zin. Uh, nee, ik ben geen activist. Maar uh, ik denk wel dat mijn beelden. Uh, ik, hoop, ik denk dat het uiteindelijk visuele bewijslast is. Ik denk dat heel veel beelden, dat je die over 50 of 100 jaar niet meer kan gebruiken. Ik vond dit wel interessant, dat wilde ik toch even laten zien. Want uh, Peter Glas die gaf uh, de Delta Commissaris uh, een interview een paar weken geleden in uh, het Financiële Dagblad. En het vond ik toch wel opvallend dat hij dit uh, opmerkte. Dat als, wij, dat als wij niet goed nadenken wat we nu doen en handelen... Dat Nederland wel eens die uh, kredietstatus zou kunnen verliezen. Uh, nou, misschien kennen jullie deze van uh, Kim Cohen. Die heeft het uh, scenario getekend: als we niks doen. Uh, en dan zijn we in uh, het jaar 2300 ongeveer. Uh, ja, de vele we, zeg ik. Uh, maar. Uh, ik denk uh, dat uh, wat, wat hier gebeurt en wat jullie allemaal doen, dat daar, uh, uh, dat iedereen als iedereen beseft hoe belangrijk dit is en hoe noodzakelijk dit is, uh, dat we een heel eind komen in dit kleine landje.